so hot. Porra! Dat zijn inderdaad stevige lippen. Het zou echt serieus schieten. Dit is Dumpert Filmt Je Werkplek. En vandaag gaan we mee op een binnenvaartschip in Rotterdam. En het is koud. Fucking koud. Zo. Dit is Jos. Dag Jos. Hallo. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Wij gaan containers laden lossen en ik ga jullie het schip laten zien. En jullie moeten nog even boenen, want het is smerig hier overal. Dus dat gaan we doen. Mag ik één keer alle hands aan dek roepen? Ja hoor. Alle hands aan dek! Ahoy! Als je aan het varen bent, dan loop je hier ook gewoon, zeg maar, behalve stervend langs, zeg maar, hier is de afgrond. Ja, dat klopt. Er zijn dus eigenlijk drie dingen die ik heel spannend vind. Visjes, hoogtes en water waarvan ik de bodem niet kan zien, maar waarvan ik weet dat er een schip in ligt en het 13 meter diep is. Plus visjes. Ik loop echt als een bejaarde, jongen. Het is fucking eng dit. Wat is de motor? Ik weet toch niet eens wat de motor is. Nou, dit is de motor. Dit is een ABC motor. Is 1500 pk, is een langzaam lopen. 800 toeren. Heb je er één van? We hebben er twee van. Eentje aan deze kant en eentje aan de andere kant. Dus twee schroeven. Hoe hard kun je maximaal ermee? Een beetje op stil water loopt bij 20 km per uur ongeveer. Een hoop vermogen om iets 20 km per uur te laten varen. Ja, maar ja, het is een schip van 97 meter. En als je afgeladen bent, dan hebben wij... In totaal alles bij elkaar is van 2500 ton bij ons of zo. En hier zo zit een sputpaal in. En wat doet die? Die zit onder het schip, die kan je laten zakken. En dan heb je geen touw nodig. Dan zakt die de grond in, zeg maar. En dan lig je vast. Dat is eigenlijk een soort anker. In de kraan, hoeveel kan dit apparaat tillen? Deze kan 45 ton tillen. En dit is denk ik naast de stuurhut denk ik de belangrijkste plek aan boord van het schip? Ja, dit is de belangrijkste plek eigenlijk, want ja, met onze kraan verdienen we eigenlijk het meeste geld. Jullie blijven binnen de Rotterdamse haven, toch? Ja, eigenlijk blijven wij bijna altijd binnen de Rotterdamse haven. Halen wij containers op vanuit de Europoort. En dan brengen wij het naar klanten toe die geen kraan hebben aan de wal. Dan zetten wij de containers neer. De klant haalt die containers leeg. Als de containers leeg zijn, pakken wij ze weer op. En brengen wij het weer naar een leegterminal, noem je dat. En daar wordt het weer verspreid. We mogen van Jos even met de kraan pielen en de Rotterdamse haven slopen. Zin in? Verstond er geen reet van. Mooi. Ja, René, ik zou niet daar gaan staan. Oh, 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 oh. Ik ga nu draaien. Oh shit, hé. Ik heb denk ik nog nooit zoveel kilo's in mijn handen gehad. Je hebt mijn lul er wel eens in je handen gehad. Ja, dat is waar. Het ziet er niet spectaculair uit, maar het is best wel eng als je zo'n gevaarte in je handen hebt. En het begint te slingeren en René staat er vlakbij. Ik sta op het stuurhut en het ding schijnt 15 meter hoog te kunnen. Zodat ze een beetje over de containers heen kunnen kijken als ze varen. Super handig. We zitten in de stuurhut, ik zit in de stuurstoel. Vanaf hier bestuur je het schip met varen. Dit is het roer. Hier zorg ik mee geven gas. Dit is de bediening van de kopschroeven. Voor de rest hebben we een radar. We hebben een kaart, een navigatiekaart. Gegevens over het schip, hoe hoog we zijn, hoe diep het onder het schip is. Hoe diep het schip ligt met geladen. Camerabeelden voor de zijkanten. Ja, je kan alles vanuit hieruit bedienen, zeg maar. Yeah.
Jij hebt een mooi klusje voor ons, heb ik gehoord. Wat gaan we doen? Het schip is verschrikkelijk vies, want we hebben heel veel op zout water gezeten. Met zout water kan je niet boenen, want dan komt er allemaal zout aan dek en dan tast alles aan. Dus we liggen nu een beetje op brakwater, maar dat is beter dan zout. Dus we gaan even boenen, want het schip is hartstikke vies. Door de buitenlucht, door het zand, weet ik veel wat allemaal, door de wind. We gaan dek schrobben. Dek schrobben, ja. Heet dat spul echt serieus ship shampoo? Ja, dat heet serieus ship shampoo. Goed bezig, René. Hij kwijt voor je gezicht. Johnny, er moet toch verschil zijn tussen ons? Je moet ook de onderkant nooit vergeten, hè? Nee. Dat is erg belangrijk. Bij de aanhechting. Ja, precies. Waarom is dit zo belangrijk op een schip? Als alles vies wordt en het begint in één keer te regenen of het dek wordt nat, dan wordt het ook glad, omdat er allemaal viezigheid aan het dek ligt, zeg maar. Dus als je het niet schoonmaakt, dan sowieso je verf gaat, de kwaliteit wordt minder. Dus dan gaat de verf erop de duur af en het tast dan je staal aan, dan krijg je roest en alles. En als het, al die viezigheid erop ligt, wordt het glad. Nou ja, je wilt hier niet lopen en op je bek gaan. Verrast mensen altijd, hè? Dat als wij een dagje meelopen, we zijn geen diva's, we doen gewoon echt werk. Moet je uitkijken waar je spuit. René is nu het water aan het nat spuiten. Oude Rotterdammer. Het varen, het kranen vind ik mooi. En de vrijheid, zeg maar, het water. Je hebt altijd weg ergens anders. Je ziet altijd wat anders. Nooit is een dag hetzelfde. Dat vind ik leuk. Dat je bij sommige dingen thuis niet bij kan zijn. Verjaardagen, bruiloften bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dat is wel eens niet zo leuk, maar ja, dat hoort erbij. Je werkt echt in een strak ploegendienstschema. Ja, ja, je kan wel wisselen, maar je gaat niet om alles wisselen. Want dan ben je altijd met aan het wisselen en dat is niet prettig. Ja, als je begint verdien je een beetje rond 1000 euro. Ligt een beetje waar je werkt en dat soort dingen. Als matroos. Ja, als matroos zijnde en hoe verder je gaat en hoe ouder je wordt en hoe langer je ergens werkt. Ja, dan zit je rond 25.000, 3.000 euro, zeg maar. Netto? Ja, netto alles, net als volleerd schipper, zeg maar. Ja. Moet ik het even doen? Oh ja, moet ik het? Oh, oké, ja, dan kan ik mijn grote bek ook weer natuurlijk. Oh ja, deze even beter dan. Ja. Nog één keer, nu heb ik hem. Ja, Johnny geeft het ook op. Ja. Nou, in één keer dus. Waar staan we nu? We staan in de keuken. Nee, de eetkamer en de normale kamer. Dat had ik niet verwacht, op een schip en dan gewoon een hele huiselijke plek. Ja, ja, je moet toch iets hebben, want je zit een week aan boord. En je wilt toch een beetje huiselijke sfeer hebben, anders word je helemaal krankjoren op de duur. Toch fijn dat je ook kan douchen op het schip. Dat is wel prettig, hè? Je wordt nog wel eens vies buiten, dus dan is het handig. We hebben ook gewoon een wc voor de mensen thuis. We hebben twee wc's aan boord. Dus hier kunnen we poepen vanmiddag. Ja, is er nog eentje designated voor het poepen? Of mag je op allebei poepen? Je mag op allebei poepen. Mag je eigenlijk niet op pop poepen, want dat is de slaapkamer naast de baas. Dus dat is niet handig. Eigen slaapkamer. Mooi opgemaakt voor de komst van 500.000 kijkers. Ja, ja, nou gelukkig geen enorme zaadvlekken. Nee. Aan het plafond misschien, maar voor mijn collega. We hebben net trossen gelost. Daar konden we voor geen meter. We gaan het nu andersom proberen. We gaan kijken of we een tros vast kunnen maken aan de kade.
Kijk, atsen, flatsen, ja. Ja, vastleggen maar. Top, 5 reten. Die high fives in mijn gezicht werkte toch beter aan het begin van het seizoen. Ja, dat ging toen een stuk beter. Dit was Dumpert Filmpje Werkplek. Ja, met Jos. Dankjewel Jos. Alsjeblieft. Voor alle gastvrijheid. Ja, echt leuk. Heel goed gedaan Jos. Ja, mooi. Ja. Dank je. Nee, was leuk. Ja, jullie hebben het ook leuk gedaan. Ja, nee, het was leuk dat jullie er waren. Doei. Ik hoop niet dat het schrikt ineens, maar goed. Hoi.